Waar gaan wij over een paar uur naartoe? Over een paar uur, het is nu 9:55. En we gaan vannacht om 4:00. Dan start de reis naar Vlachau in Oostenrijk. Waar het momenteel nog een harde sneeuwstorm waait en raast. Dus de sneeuwketting hebben we er nu al eigenlijk omheen gedaan. Brenda, ik neem je nou maar op. Want nou val je nog niet, zei Vincent net. Dus nou eigenlijk je nou op zonder vallen. Wat heb je daarop te zeggen? Niks. Zie je het zitten? Niet echt. Het wordt toch je eerste wintersport, of niet? Ja. Hier komen in Vlaanderen. Vlaggen op de rotonde, die gaat op. It's fine, enjoy it. Nou jongens, Vlaghouwer of. Eerste reactie, Brenda? Het is 2:30. 2:30, we hebben staan gedaan. Heel goed nog. Wat vind je van Brenda? Geweldig. Leuk? Ja, erg mooi. Nou, we kunnen kiezen jongens. Wie wilde de badewanne en wie wilde de douche? Wie? De badewanne of de douche, wie? We moeten nou kiezen tussen een badewanne of een douche. Ik heb 2 kamers, 2:18. En 2:17. Een badewanne of een douche, wie? Ah, oké, toch ook wisselen. Oké. Wat is een badewanne? Een bad of een douche. Oh. Nou, dan gaan we uitpakken jongens. Goed halen, is dat mogelijk? Ja, en een moment. Ja, ja. Hier boven. Wat zeg je nou? Ga je die uitleggen? Je kunt nog even uitleggen waar je nou in gaat. Waar ga je dan? In deze lift ga je. Ja? Briesenkaart met een noemstraat. En dan? Dan ga je omhoog. Dan stap je uit. En deze omhoog. En ik heb het gebied in en ik kom hier terug. Nou, even een beetje de skiers zien gaan. Zie je het morgenochtend een beetje zitten? Nou, niet echt. Nou dat je je kaart ook, nou dat je kaart ook binnen hebt, je leskaart. Hoe duur is het nou? 14,80, toch? Ja, 14,80. Hoeveel is dat? Nou, een kleine 200 gulden zeker, hè? Ja, minder dan denk ik. Minder nog? Oh, dat valt mee. Maar je hoeft nou geen... Ja, geen skipas. Geen skipas, wat scheelt weer? Ja, over 2 dagen. Een puntenkaart. Hè? Puntenkaart. Ja. Vins, jij gaat er weer uit mee. Of jullie met mij, dat is kinderen beter stellen. Ja, gelijk. Thank you.
Alles? Ja, maar eens van Vlaghout kunnen we dus naar Alvenjay hier. Deur. We kennen ook hier van Vlaghout. Moet je door de fietsen? Omhoog. Langs de fietsen. En hier naar. Waar ga je? En kennen we ook nog naar? Sint-Johan in Pongau. In de Pongau. Goedemorgen. We zullen dat voorlopig houden, hoop. Waar gaan we? En welke lift gaan wij dan omhoog, Vins? De Tirol? De. Nou, daar is Gieschool, hè? Vlaghou, waar het zo vlag is. De babylift. Gar nicht mehr hier so drunter kommen und ich erzähle euch erstmal über Deutsch, verstehen Sie? Ich verstehe Sie auch Deutsch. Wenn ich Deutsch kann, dann werde ich mehr so machen, dann werde ich mich überlegen. Hä? Viele Becken sitzen? Na, weet je wel. Als ik in Berlin ben, wel. Ik vind het toch een eentje lopen hoor. Ik vind het gewoon niet zeggen. Dus dat zal een moeilijke dag worden. Daar zit het zo een beetje daar ongeveer. Hier ongeveer. Dus het zal moeilijk worden, ja. Nou, het beste er maar van open, hè. Het is een schitterende dag weer, dus. Nou, het begint wel een beetje te snijden, hè. Eerst die ski Meneer heeft ook nog nooit geschiet, hè? Nee, je komt ook op de camera. Meneer heeft het nog nooit gedaan, hè? Het gaat nog vrij goed, meneer, de eerste keer. Je gaat er niet toe, hè? Ik klap niet. Ja? Want weer is dan alles goed. Ja. Ja. Hij komt van hier heen. Nou. Ja. Einfach mal ein bisschen gucken. Die Ski schön am Boden lassen, ein bisschen gleiten lassen. Ja. Ja.
die endlich zusammenlassen und umdrehen. Genau. Lass. Na, het lukt alweer een beetje meer. Ja, het is toch gewoon minder goed. Maar je hebt zelf op de kies? Dat wel. Eerste keer, hè? Ja, allereerste keer. In de griezenkar met een ringeles. Onder de kapvins. Ja, vis, ga maar hoor. Die schiet daar, oh. Die is al bijna. Kijk, het is hier heen. He? Zeg het even deze richting op. Waar is je moeder? Ja, bij de licht. Dit is het dorpje Wagrijn, hè? Ja. Een bakje doen? Ja. Nou, Vince. Jij wou naar de wintersport. Krijg die.
sneeuw, hè? Sneeuw als een gek. Koud hebben jullie het niet, jongens? Nee, koud. Zon schijnt. Dit is een sergeantenklootje bevriezen, zei hij. Dit is Vlaggauw. Dit is de, waar we nu staan is de verlichte baan, hè? Nee, daar rechts is het hotel, ons hotel. Daar links naast die middelste boom. Ik zal even inzoomen. Dat is het, midden. Hier zat Jan Veerman en hij had wel even een zwembad. Het is wel een 4-sterren zwembad, hè? Ja, lekker verwarmd. Dit is wel lekker warm. Morgen. Eure Punktekarte, die reicht morgen aus. Ja, aber nicht für euch zwei. Nein. Ja, aber ihr könnt. Da hat die Brennlatsch hier aus. Dat is een zaligheid. Zo, die is weg. Ik denk, die komt langzaam voorbij. Ja, Fred, ja.
Zo zie je dat, Jos? Nou, dan komt ze weer. Ja. Het gaat meteen recht naar beneden hoor. Ja hoor. Ja. Dat kun je zeggen. Oeh, beetje langs. Ja. Wat zei je nou net? Ja, wat wou je? Ja, verder. Even je kan wel. Zag je zo? Ik ben stok. Ging mee. Nou, het ging lekker, hè? Ja, super. Nou vind je het toch? Ja, dit ken ik niet, hoor. Ja, dat kennen wij ook niet. Ik krijg een wing in mijn kar. Of had ik mijn kar? Ja, dat weet ik eigenlijk. Ik ken het ook niet zo. Het heeft een jumbo. Pet ging bijna. Ja, pet, ik zag je zo doen. Ik zat zo met mijn stok zo. Dat zag je zo doen. Nou hoor, het ging lekker hè? Van de kittes. Ja. Wat zei je vindt? Bruin Dolly van de kittes. Bruin Dolly van de kittes. Ja, dat meisje. Ze zit nergens mee. Ja. De lerares die zaten klaar op Londen de Hollandse Pijl. Ja, dat zaten ze. Wel? Weet ik goed. Weet je of die lerares wel zei? Die kleine bronde, die darf geen schoesvaart maken, ja? Ja. Nog geen schoesvaart. Maar wat mag die kleine bronde, Brenda? Schoesvaart. Ja, maar... Vincent ziet natuurlijk niet die paal. Die zingt maar lekker. Die ziet niet die paal. Dat was die bus, Vince. Nee, ik zag hem even niet. Waar is de rittenpan, Vince? Hey. Waar is de rittenpan? De rittenpan? De stoepel in? Dit is de hofstaal. Als ik hierin kom, dan mag ik niet meer in. Dan gaan we ergens toe. Nou, Vins, maar we gaan even de stoep in. Hey? En waar is dit voor hier? Nou, dat is voor als je hier te sterk water hebt gedronken. Dan ga je hier niet dat trapje af, dan ga je links het schuilbankje in. Ben je er anders... Ben je er nog af geweest? Nee, toen was er nog geen glijbaan. Oh. Maar ik, na toen wel. Nee, hoe is dat proosten deze dag, hè? Wie kwam daar uit het schootje? Hey, kijk eens even, wie loopt daar? Wat lief van je, Vince? Ja, lief, hè? Maar het zijn geen lijkt het wel melk. Wat is te doen? Dat is een dode man. Kijk dit even aan je kant. Het wordt te veel, mensen. Het wordt te veel. Het ziet er goed uit, pa. Roodkras, dat is rode kool. Ik heb een pink. Ziet er ook goed uit, Vins? Ja, dat ziet er ook niet verkeerd uit. We hebben
Het meer, het hebben wij, hè? Ja, we hebben het. Het. Nou, kijk. Ja, het zien. Ski, dat is gewoon heel simpel. Het is gewoon van het ingewicht op het harde gewicht. Dat begrijp je gewoon. Super, super. Dan snap je een beetje remmen. Ja? Als je nu een keer remmen. Zeg eens nou, Vins. Dus telefoonnet is overlast niet. Wat dat hè? Dus telefoonnet is overlast niet. Is dat nou zo? Ik heb daar maar geen gewoon balletje mee plegen. Dan? Ja. Kijk, Kara. Ja. Dit is die idee. Snel op rechts staan, dan moeten we weer. Drie mensen raak rijden. Dat naar Wagrijn toe. Ja, we zitten nu op de hoogte, bijna op de berg hier ook. We gaan nu naar het dal van Wagrijn. Oké. Okay. Oh, ik had het verkeerde te pakken. Ik dacht dat ben daar was. Joehoe! Ja, goed nog mee. Lach naar de camera. Gaat ie? Super! Ja. Moet je het een beetje beschermen? Moet je het een beetje verdelen? Ja, zo is het goed. Ja, toch, dat ga ik ook al. Ja, vind je wel, kijk eens. Ja, dat is ook wel mooi, hè? Ja, het is, ik vind het veel mooier, hoor. Ja? Jezus, ja. Dat is heel mooi, hè? Maar weer naar het pietje. Wat is dat? Nee.
Dit is het. De lang verwachte pizza. Ja. Was je al even dwaald, Ben? Ja, zeg dat. Maar even goed, ben je gelukkig op tijd gevonden. Ze trilde helemaal. Ja, dan denk je, hoe hard mij dat? Je bent er nou van zwart aan feest, hè? De vierde dag dat ik je skiën. Ja. Zeker nu van zwart aan feest. Verdwaald en op zwart terecht gekomen. En op verder een snowboarder. Ja. Wat doe jij, Vince, als een snowboarder die omver skiet? Trek je even mijn oorlogsgezicht. Wat zei je, Brenda? Vanaf nu wil ik alleen nog naar mijn zwarte pistes nemen. Hoe ben je dat nou? Ja, ik vind roos vind ik niks aan, maar blauw allemaal niet. Ga ik niet meer zitten. Wat zei jij ervan, meneer Pongo? Uiteraard, maar op die vroeg. Ik zit jou al in de Pongo. Welke deze, vriend? Helemaal in de zon. Ja, maar dan.